ik sta toch ook in een waterpak in het veld of in een labjas in het lab. En ik doe gewoon wat ik interessant vind. En dat is het allerbelangrijkst. Ik doe onderzoek naar watersalamanders. Die leven een deel van het jaar op het land en een deel van het jaar in het water. En een van de soorten die ik onderzoek is de kamsalamander. Die komt ook in Nederland voor. De kamsalamander en soortgenoten die zijn best bijzonder omdat ze een gek syndroom hebben, waardoor de helft van hun eitjes nooit uitkomt. En dat is waarschijnlijk al miljoenen jaren het geval. En dat heeft dus te maken met afwijkingen in het DNA en die proberen wij te achterhalen. Ik ben Manon de Visser, ik ben 29 jaar en ik ben bioloog. Ik werk bij de Universiteit van Leiden en Naturalis. Ik doe dit onderzoek omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in dieren en de natuur. Dus het gedrag van dieren, de ecologie, maar ook wat je niet met het blote oog kan zien. Dus hun DNA, hun evolutie. En ik probeer al die processen beter te begrijpen, zodat we de natuur ook beter kunnen beschermen in de toekomst. Dit onderzoek doen we door de eitjes te verzamelen. Daarvoor werken we samen met salamander-experts, ook uit Duitsland en Servië bijvoorbeeld. Dus soms gaan we het veld in en dan verzamelen we met een soort wattenstaafje wat huidcellen. Daar kunnen we DNA uit aflezen. Die wattenstaafjes die nemen we mee naar het lab. En daar doen we allerlei protocollen om te zorgen dat we dat DNA eruit halen. Dan kunnen we die genetische code uitlezen. En daarna volgt eigenlijk een heel proces van computerwerk, artikelen schrijven en erover vertellen. Mijn onderzoek is geslaagd als we het mysterie ontrafeld hebben, die kennis gedeeld hebben met de wetenschappelijke community. En daarnaast, als die kennis dan, als die de wereld ingeslingerd is, ook naar de buitenwereld bekend wordt.